Suzanne? Hé, hallo Annette. Wat doe je hier? Ik ben op weg naar de koffieshop waar we vroeger altijd zaten, weet je wel? Eens kijken of er nog een paar oude bekenden zijn. Geen nee. Nee, ik kan niet. Ik moet naar de stad voor een sollicitatiegesprek. Waar ben je uitgenodigd? Nee, het stond vanmorgen pas in de krant. Ik wil niet lullig doen hoor, maar er zitten natuurlijk al 80 wachtende voor je. Zo gaat het nou eenmaal. Oh, dan moet ik helemaal opschieten. Zit je dan zo om een baan te springen? Soms word ik echt wanhopig. Als ik voor het eind van de week nog geen werk heb, dan moet ik met mijn ouders mee naar Groningen. Leuk. Ga dan eens met Martine praten. En dan zeker hetzelfde doen wat jij doet. Zo wanhopig ben ik nou ook weer niet. Dat hoeft toch niet. De escortkant van Martines bedrijf is volkomen streed. Dat zou dan wel een uitzondering zijn. Geloof me maar. Martine is oké. En eerlijk gezegd geloof ik dat je van mijn soort werk toch weinig terecht zult brengen. Daar bedoel ik niks mee hoor. Dat is gewoon niks voor jou. Dus waarom zou ik je voor de gek houden? Ik weet niet, Ga nou eens met Martine praten. Dan zul je zien dat haar bedrijf volkomen in orde is. Nou, het ziet er naar uit dat het toch nog goed komt met de GoGo. Gisteravond is het niet helemaal voor niets geweest. Heeft u het ontwerp toch nog goed gekeurd? Ja, zit nou in mijn kantoor om de definitieve details te bespreken. Uitstekend. Laat maar Robert, ik handel het verder zelf wel af. Ik wil alleen graag Stefanie van je lenen, die is nu volledig op de hoogte. Ga mee, Stefanie. Kan ik u even spreken, meneer Roberts? Ja, natuurlijk. Wat is er? Heeft Stefanie het u verteld? Wat? Dat het idee voor de Coco Commercial mijn idee was. Daniel heeft het gewoon gepikt. Wat bedoel je? Je wilt er niet meer... Luister jij eens even hierheen. Ik ben die streken van jou langzamerhand spuug zat. Dat is niet fair, meneer Roberts. Ik kan jou niet ontslaan, maar ik zweer je. Ik zal alles doen wat er in mijn macht ligt om die idiote en extreme eerzucht van jou rigoureus de nek om te draaien. Waar en wanneer dan ook. Vind je ook niet dat het langzamerhand tijd wordt voor ons allemaal? Dat jij eens uit gaat kijken naar een andere baan? Komt u binnen, mevrouw Helmink. Is Jan ook thuis? Ja, ik had met jullie allebei willen praten. Ja, hij is er nog. Hij mag vandaag weer terug naar zijn oude baan. Ah, dat is fijn voor jullie, zeg. Zo, mevrouw Helmink. U komt ons vast inpeperen dat u altijd gezegd hebt dat het stom was om te gaan trouwen. Daar had ze dan ook volkomen gelijk in. Daar had ze gelijk in, ja. Tevreden? Nee, daar had ik geen gelijk in. Ik heb inderdaad gezegd dat het beter was om niet te trouwen. En natuurlijk waren jullie het daar helemaal niet mee eens. Jullie waren woedend. Mevrouw Helmink. Het spijt me dat ik dat ooit gezegd heb. Vooral nu blijkt dat het helemaal goed is gekomen. Het gaat juist helemaal niet zo goed, hoor. Het ging niet goed, maar het kan iedereen gebeuren. En het is aan jullie om het weer in orde te krijgen. Jij en Petra zijn de enigen die dat kunnen. Ik weet zeker dat jullie een prima huwelijk kunnen hebben. Maar jullie zullen het zelf waar moeten maken. Meneer Alberts was weg en ik wist dat u dit wilde hebben. Dank je. En, bevalt het je hier een beetje? Oh, heel goed, meneer Stenders. Kun je een beetje opschieten met meneer Alberts en Daniel? Oh, meneer Alberts is fantastisch voor me. Daarom vind ik het ook zo erg dat hij gaat scheiden. Scheiden? Oh, wist niet dat meneer en mevrouw Alberts uit elkaar zijn. Oh, dat spijt me. Als ik dat geweten had... Natuurlijk wist ik dat. Het verbaast mij alleen dat jij er ook van op de hoogte bent. Er gebeurt weinig in dit bedrijf wat ik niet weet. Jij zou er goed aan doen daar voortaan rekening mee te houden. Ja, maar Nico Stenders, wat is mijn positie met die aandelen als Robert Alberts en zijn vrouw gaan scheiden? Ja, begrijp ik. Maar wat gebeurt er als ze allebei weigeren te tekenen? Shit, dat kost me dus een fortuin. Rustig maar, kalm. Die scheiding gaat gewoon dus niet door. Klaar, punt uit. Hé, hey, Annette. Ga zitten. Nou, er is echt geen reden om zo achterdochtig te zijn, hoor. Nou, ik heb heel wat moeite moeten doen om haar ervan te overtuigen dat jouw escorteurs volkomen streed is. Toch is hij het echt. Mijn bedrijf heeft een uitstekende reputatie en dat wil ik vooral zo houden. En je moet de escort service niet verwarren met een andere afdeling van het bedrijf waar de cliënt inderdaad wat meer geboden wordt dan alleen maar gezelschap. Wat houdt het werk dan precies in?
Ik heb een exclusieve cliëntenkring die bestaat uit respectabele zakenmensen. Die komen van over de hele wereld hier naartoe om congressen en dergelijke bij te wonen. Nou, het sociale aspect op dat soort gelegenheden is altijd uitermate belangrijk. En wat houdt het in? Lunchen, dineren, cocktailparties. Mijn cliënten worden graag vergezeld van iemand die niet alleen aantrekkelijk is, maar ook intelligent en vooral beschaafd. Iemand die ze kunnen voorstellen aan de vrouwen van hun collega's. En is dat alles? Ja. Je gaat lunchen, dineren, of naar een cocktailparty. En daarna kun je gewoon weer naar huis. En echt, alle cliënten zijn gewaarschuwd om vooral niets anders te proberen. Nou, dat klinkt interessanter dan ik dacht. Mooi. Dan heb je bij deze een baan. Je begint met 400 gulden in de week. En je kan nu meteen met Suzanne de stad in om een nieuwe garderobe aan te schaffen. Op kosten van de zaak uiteraard. Bedankt. Dankjewel. Ga je mee, dan moeten we vieren. Veel plezier. Hoe moet jij de pest aan dat kind hebben om er zo te blazeren? Tegen de tijd dat ik met haar klaar ben, is er geen man die zelfs nog maar naar haar wil kijken.